dat is vandaag Ellen Dekwiets. Ellen Dekwiets, de microfoon is helemaal voor jou. Wauw, dankjewel. Hey. Ja, lieve luisteraars, goedemiddag en goede maandag. Ik hoop dat u een beetje heeft kunnen slapen vannacht. En niet zoals ik als een portie bapau lag te stomen in de slaapkamer. Het zijn tropendagen waarin je beter over zo weinig mogelijk opwindt. Maar toch moet ik het vandaag even met u hebben over iets bijzonder opmerkelijks. Want houdt u vast, Coca-Cola lanceerde afgelopen week een nieuwe campagne. En dat was de eerste in tijden, want vlak na de lockdown zette de frisdrankgigant wereldwijd alle marketing stop om hulp te bieden. Onder meer door $120 miljoen te doneren aan allerlei instanties die het coronavirus bestrijden, waaronder het Nederlandse Rode Kruis. En dat is natuurlijk bijzonder lovenswaardig. Vorige week begon de multinational weer met reclames en het leek even alsof ze een nieuwe koers wilden gaan varen. Op de talloze advertenties viel een mooie boodschap te lezen in de vorm van een gedicht. Het gaat als volgt. Wat als jij en ik de verandering zijn en we ervoor kiezen open te zijn. Nou ja, het klinkt als een campagneslogan van GroenLinks, maar het blijkt een onderdeel van een poëtisch manifest dat de Britse spoken word artist George the Poet speciaal voor het frisdrankmerk schreef. In de bijbehorende commercial staan verbinding en creativiteit centraal. Hoe we het beste gebruik moeten maken van de veranderde wereld. Hoe we niet terug moeten gaan naar een oud of een nieuw normaal, maar naar een beter normaal. En ik geloofde het bijna tot ik de commercial nog een keer bekeek en het me opviel dat er allemaal mensen in liepen te knuffelen en te dansen met elkaar. Nergens social distance, nergens een mondkap, nergens hygiënische handgel. Natuurlijk, de omhelzers en feestvierders kunnen allemaal tot hetzelfde huishouden behoren, maar het gaat hier natuurlijk om een botsing tussen beeld en boodschap. Er wordt hier helemaal geen nieuwe of betere wereld geschetst, maar gewoon de wereld van voor de crisis. Die van het oude normaal, van een sprookjeswereld waarin er helemaal geen pandemie is. En dan beginnen je opeens ook andere tegenstrijdigheden op te vallen. Dat het op zich best maf is dat Coca-Cola zoveel geld heeft gedoneerd aan een ziekte waarbij mensen met obesitas extra risico lopen, terwijl Coca-Cola een drank produceert waarin in elke liter bergen suiker zitten en waarvan de light producten zoetstoffen bevatten waarvan diverse onderzoeken allang hebben uitgewezen dat je er dikker van wordt. Kortom, tegenstrijdigheheden alom. De frisdrank-exploitant was veel geloofwaardiger gebleven als ze in hun nieuwe commercials gewoon niet op de huidige crisis was ingegaan. Zonder van al het geld dat erin is gestoken, die miljoenen hadden ze beter ook aan een goed doel gedoneerd. Dat was beter geweest voor hun imago dan de huidige campagne. Ja, mensen, even leek het erop dat het bedrijf echt betrokken was bij de wereld, maar helaas, Coca-Cola denkt niet aan een nieuw of zelfs een beter normaal, maar gewoon, zoals altijd, aan Coca-Cola. Het gaat dan helemaal niet om het openen van nieuwe perspectieven of zelfs werelden, maar gewoon om dat van hun flessen. En zo blijft Coca-Cola, hoe hartstochtelijk ze ogenschijnlijk ook pleit voor een nieuwe wereld, ironisch genoeg zelf het hardste vasthouden aan het oude normaal.